ik droom van een wereld waarin dat elk bedrijf kunstenaars op de payroll heeft. En niet om een schilderij in de boardroom te maken, maar om gewoon mee te denken over strategie, sustainable development goals. Hoe kunnen we nu zorgen dat we met z'n allen duurzaam en relevant gaan blijven en ook succesvol. Ik had een berichtje gezien, Art Economy. En ik dacht, wow, wat is dat? Art, mijn liefde, en economy, mijn werk. En iemand die dat verbindt. Dat moet iemand bijzonder zijn. De problemen van de toekomst zijn niet meer zo simpel als de problemen van het verleden. Eén iemand kan het niet meer oplossen. Eén organisatie krijgt het niet meer voor elkaar. Dus je moet effectief anders gaan denken. En wie moet je dan aan tafel nemen, zijn vooral andere profielen. Art Economy wil als organisatie ervoor zorgen dat bedrijven, beleidsmakers, belangrijke organisaties, artistiek denken en kunstenaars echt gaan omarmen in het vormgeven van de toekomst. Maar als we dan specifieker gaan voor de kunstenaar en voor de ondernemer, dan zien we dat een gemeenschappelijke meerwaarde van beide is dat ze interdisciplinair leren samenwerken. We moeten weten dat interdisciplinariteit de belangrijkste talent is dat 300 bedrijven onlangs in een ondervraging geciteerd hebben als de belangrijkste talent dat nodig zal zijn de komende 10 jaar. Interdisciplinair leren samenwerken. Hoe gaan we dat nu doen met Art Economy? Door heel laagdrempelig lezingen en workshops. In drie thema's. Een van die thema's, heb ik daarnet al genoemd, is Improbable Art Thinking. Improbable Art Thinking gaat echt over mensen laten nadenken over hun fundamentele denkkaders. Wie ben ik als ondernemer? Wie ben ik als mens? Hoe kijk ik naar mijn professionele context? Wat wil ik achterlaten in de wereld? Om van daaruit, vanuit dat nieuwe besef, terug te gaan kijken naar producten, diensten, oplossingen. Vandaag A Journey Through the Wormhole en samen met Daltan hebben we een referentiekader gemaakt waarbij kunstenaars en bedrijven ook een gemeenschappelijke taal kunnen spreken als ze praten over ontwikkeling. En het samenwerkingskompas is een analyse-instrument waarbij je zowel bij jezelf als bij je reële of hypothetische toekomstige samenwerkingspartner kan ontdekken hoe kijken wij nu naar samenwerking. Als wij waarde zeggen, wat bedoelen we dan met waarde? Als we praten over bottom-up, wat bedoelen we dan? We gebruiken dezelfde woorden, maar spreken ook wel. Hey, bedoelen we ook hetzelfde? Dus dat zijn de drie dingen die we gaan doen. Art Economy brengt natuurlijk wel de link tussen beide werelden heel fel in beeld. Enerzijds de economische kant, de bedrijfskundige kant, maar anderzijds ook de kansen geven aan die kunstenaars en die brug daartussen gaan slaan. Dat is denk ik toch wel heel uniek en daar slaagt Art Economy toch wel op een ongelooflijke manier in. Het zijn geen loze woorden, maar het is heel concreet. Hands-on, boots on the ground, met de voeten in de klei en vooruit om die beide passies bij elkaar te gaan brengen. We are extremely honored that one of the co-inventors of Improbable Art Thinking is a French artist. Pierre, maybe you can come to the front a little bit that people can see you. Pierre invented a six-step methodology called Improbable Art Thinking. It's a headquartered in France, but already in 15 plus countries all over the world. 14 years ago, I couldn't imagine to be here in front of you and be part of this collective and growing community. And thanks to Julie and thanks to Koen, this is growing and this is getting more and more important. So I thank you to make this project going on and growing. Thank you, Koen. Samen met twee collega's van de Vlaamse overheid en we hebben daar echt van genoten, heel veel geleerd, heel interessant en
is ook belangrijk dat we binnen het Vlaamse beleid ook aandacht kunnen besteden aan die samenwerking, de crossover tussen cultuur en de business, de bedrijfswereld. Om ook op die manier van bij de start, van bij aanvang, ook die twee werelden met elkaar in contact te brengen. En dat op Vlaams niveau echt ook te kunnen uitdragen. Wat een eer om hier te staan. Omdat ik denk, vooral als we het over kunst en economie hebben, is er nu geen ander moment waar het meer belangrijk is om radicaal te veranderen. In de tijd waar we nu leven, kunnen wij niet meer vooruit zoals wij het jaren geleden gedaan hebben. En één acteur die hier heel goed in kan zijn kunstenaars, zijn creatieve mensen, die juist niet alleen in galerijen moeten staan, maar die samen met bedrijven, samen met overheden, samen met allerlei organisaties verandering moeten teweegbrengen. En ik geloof heel erg in dat dus juist die mensen door aardeconomie op de juiste plek kunnen komen. We zijn toegekomen aan het belangrijkste moment van de avond. We gaan de overdracht doen van aardeconomie van Julie naar Koen. We hebben aan Julie gevraagd om de drie belangrijkste waarden van haar, van Art Economy, neer te schrijven, op te sommen, zodat we die zo dadelijk samen aan Koen kunnen overdragen. Ik zal zo dadelijk een ritme voorden, per waarde, en dan mogen jullie volgen. De eerste waarde is verbinden. Want we gaan samen het eerste ritme doen voor verbinden. De tweede waarde is bewegen. De derde waarde. Het is een combinatie van de beide andere. De tweede keer was perfect. Mijn droom is dat iedereen besmet geraakt met de gedachte dat de kunstenaar mee vorm kan geven, effectief, aan die maatschappij. Ik denk dat het alleen maar positief zich zal ontwikkelen en dat ik alleen maar ga kunnen genieten van de manier waarop dat Koen dat verder doet. Maar dat heeft nog veel meer, heeft nog heel wat potentieel in zich om verder te groeien en mogelijkheden te creëren. Mensen met een andere invalshoek, met een andere kijk, die durven challengen, die durven openheid creëren en die door middel van collectieve intelligentie verder komen. Dus ik denk dat er een enorm potentieel ligt voor Art Economy.